Welcome everybody naar onze Rond het Midwintervuur. Het is de tijd van het jaar waar we inderdaad veel met licht en warmte aan denken. Dus ik uitnodig je nu naar een kleine presentatie van mij en kijken wat we zien en denken van rond een midwintervuur. Ja, we zien inderdaad hier uiteraard een mooi midwintervuur. Dus wel binnen, maar vaak hebben we ook natuurlijk de vuren buiten. Maar eerst eventjes bij het beginnen. Winter solstice. Winter solstice is rond 21 december, soms 22 december. En voor mensen uit de oudheid was winter solstice ongelooflijk belangrijk. Omdat als het licht niet terugkeerde, dan zouden ze gewoon doodgaan. Dus de belofte van het terugkerende licht is voor ons, binnen een paganistische beleving, uit het Moekka-verhaal, is eigenlijk dat we naar het terugkerend licht gaan werken. Als we een ceremonie gaan doen, the promise of returning light. Hier zie je een beeld van een plaats in Ierland en dat is Newgrange. En daar vertel ik nu iets meer over hoe de winter solstice, hoe de alignment voor de mensen in de oudheid zo belangrijk werd. Winter solstice, dus in de noordelijk halve rond, winterzonnewende is een periode van duisternis. In vele opzichten is het belangrijker dan de zomerzonnewende. Als de zon niet zou terugkeren, zou een zekere dood zijn. Er was een overtuiging dat als het ritueel niet werd gedaan, de zon niet zou terugkeren. Alignments, in het Nederlands uitleidingen, maar ik weet niet of dat de juiste vertaling is, maar de alignments bij oude monumenten zoals Stonehenge en Newgrange in Ierland zijn vrij bekend. Deze zijn trouwens, Newgrange is niet Keltisch, en zeker in het geval van Newgrange, omdat Newgrange is veel ouder dan de Kelten met ongeveer 1500 jaar. Dus als mensen denken dat Newgrange echt Celtic is, dat komt omdat gewoon veel meer aandacht is nu voor de Celtic zeg maar, traditie. Maar de Kelten waren in feite bang van de bouwers van Newgrange. Ik ben daar ooit een keertje geweest en daar vertel ik iets meer later over mijn ervaringen. Maar ja, het is inderdaad nu langzaamaan een onderdeel geworden van de Celtic Island van Hibernia. John en Karen van Ierland, die schrijven hier over. Dus ik ga vaak bij PFI hun site melden. Ze hebben een fantastische website. Slainte agus Craic, als het zo genoemd wordt. Waarschijnlijk niet, maar zij vertellen, in ons Keltische landschappen is de winterzonnewende een oud seizoenritueel dat tijdloos is. We weten niet wanneer onze voorouders voor het eerst bij elkaar stonden en pauzeerden in harmonie met midwinter, de dag van de langste nacht. Onze heilige plaatsen, zoals de wereldberoemde Newgrange Cairn, in lijn is met de rijzende zon van de zonnewende. En dat vertellen ze ons al meer dan 5.000 jaar geleden. Dat betekent ook dat de winterzonnewende belangrijk genoeg was om zo'n tempel te bouwen voor deze aangrijpende zonnegebeurtenis. We weten dat solstice betekent letterlijk zon stil. Maar in Karen schrijft van in onze eerste taal Gaelic winter solstice is Grianstad, letterlijk vertaald als sunstop, eigenlijk hetzelfde als solstice. Deze nauwkeurigheid bij het beschrijven van de omgang van vader zon met moeder aarde helpt ons om even te stoppen en ons snel bewegende moderne leven te integreren met het plateau voor maximale duisternis en minimaal licht. Dagen van de winterzonnewende zijn kostbaar. Ze zijn het hoogtepunt van de verduistering die ons oproept om te rusten, stil te zijn, te herstellen en te dromen. De minuten zonlicht zullen uiteindelijk toenemen, maar die andere grote dag van de naar de zonnewende, 25 december. Dus eerst hebben we 21 december, maar natuurlijk 25 december is voor onze christenen heel erg belangrijk. Het ervaren van duisternis is zo'n andere toestand dan licht en wordt vaak jammerlijk gestigmatiseerd. We zijn zo gewend om dingen te beginnen wanneer het licht wordt aangedaan, wanneer de zon opkomt, dus met avond. Dan praten we over bijvoorbeeld een avond Halloween, dat was Hallows Eve. Dat worden we vaak aan herinnerd, dat vaak van onze rituelen beginnen in de avond. Deze winterzonnewende die wordt gevierd op de avond. En kijken we naar de alle sliver van de zon die opkomt. Dus een hele kleine straal van licht. Toch zegt de natuur dat het begin in het donker ligt. Dat ons leven in het donker ligt. Het leven wordt eerst gedroomd en trilt bij afwezigheid van licht. De zaden die in de herfst worden gezaaid ontkiemen in de winter ondergronds voordat ze in de lente als scheuten verschijnen. Ieder van ons die dit leest, leefde ons eerste 9 maanden af of daaromtrent in de donkere baarmoeder van onze moeder. Onze voorouders begrijpen dit fenomeen intuïtief en herkenden de nieuwe dag in de schemering en vaak ook in het nieuwe jaar rond Halloween. De tijd tussen Halloween en het hoogtepunt van de seizoensgebonden duisternis van winter solstice is de kostbare droomtijd van nieuw leven. Om onszelf in deze tijd als moedige en gepassioneerde dromers in beweging te brengen. En dit is in synchroonloop met de grote natuurlijke dromen over ons. Geboorte, nieuwe gebeden, nieuwe wensen, nieuwe waarderingen, nieuwe intenties, nieuwe manifestaties. Winterzonnewende, oftewel Yule. Yule is een Scandinavisch woord voor wiel. En we zien ook vaak dat we een hele grote wiel hebben. Maar vaak in de mythologie zie je ook rond deze tijd van het jaar ook mensen die vliegen, als het ware in het ronde. En daar zijn we in denken inderdaad aan Father Christmas. Father Christmas die ook met zijn slee in de hemel vliegt. We hebben ook verhalen van Vrouw Holle die ook over de hemel, door de hemel vliegt met wintersolstice en ook stilstaat en kijkt over naar ons. Maar vandaag heb ik het over een ander verhaal. Even terug bij Newgrange. Daar hadden ze een simulatie. Daar was ik inderdaad enkele jaren geleden. En dan ga je in, het is een mound. En dan ga je binnen over een hele grote cirkel, een steen. Die heeft veel spiralen. Je moet overheen klimmen. Je moet echt overheen klimmen. En dan kom je in een passage, in een soort corridor, gang. En dan word je geleid op een gegeven moment door een simulatie. En wat gaan ze doen? Gewoon met een elektrische licht. Eerst ben je helemaal in donker. Langzamerhand gaat het licht helemaal Sterke woorden, sterke woorden. En de straal, die gaat inderdaad een punt binnenin op een bepaalde plek. Ik had op dat moment een heel vreemd gevoel. En ik denk dat vrouwen dit herkennen. En ik zei, oh, het is een soort weiengevoel. Net alsof je weet dat je zwanger bent geworden. Dit heb ik aan de gids ook gezegd. Van, zou dat kloppen? Dat is dus net alsof de zon echt ja, bij de conceptie hoort. Dat eigenlijk moeder aarde wordt op dat moment bevrucht. En toen zei de gids, nou, dus, toen trokken ze even terzijde. Ze zei, dit mag je eigenlijk niet zeggen. Je hebt volkomen gelijk. Ze bewust het inderdaad. En ze zei, daarom waren de Kelten hartstikke bang voor Newgrange. Omdat Newgrange, bij Newgrange werd telkens de aarde bevrucht. Dat vond ik zo mooi, want dat bevestigt het ook mijn gevoel. Dat met de midwinter solstice, met wintervuur, dat eigenlijk gaat het over niet alleen de returning light, the promise of the returning light, maar het gaat over het begin van het leven. Van de zon, de solen, invloed en op the spark of life. Binnenkort, vandaag, vieren we het festival van de midzonnewende Yule, wanneer de zon op zijn laag staat. Dit is de kortste dag, de langste nacht. Maar we weten dat het licht zal terugkeren. Door onze wil en de wil van de goden zal het licht terugkeren. Maar voordat het zover is, gaan we inderdaad moeder aarde oproepen om ons bij te staan. Koningin van de maan, koningin van de zon, koningin van de hemel, koningin van de sterren, koningin van het water, koningin van de aarde. Wie zal het zaad der belofte ontvangen? Het is de grote moeder die het kind ter wereld brengt en de Heer des levens zal weer terugkeren. Duisternis en tranen worden opzij gezet, wanneer de zon vroeg op zal komen. Gouden zon van heuvel en berg, verlicht het land, verlicht de wereld, verlicht de zeeën, verlicht de rivieren. Verdriet wordt gelegd en de vreugde wordt opgewekt. Gezegend zij de grote moeder, zonder begin, zonder einde, van eeuwig tot eeuwigheid. Wees gezegend. We denken aan het concept van de belofte van het terugkerend licht. Wat is een belofte? Wat gebeurt als een belofte wordt verbroken of wordt niet nagekomen? Als je klaar bent, pak een kleinere onverlichte kaars en steek je deze aan. Maak een belofte voor het nieuwe jaar. Gezegende zij de grote moeder, zonder begin, zonder einde, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wees gezegend. Blessings at winter solstice, daar zien we inderdaad. Onze Yule-log. En vaak wordt de Yule-log versierd met kaarsen natuurlijk. Maar ook, voor de liefhebbers, ook een Yule-log als cake gemaakt. Ik heb geen foto's van, maar jullie kennen gewoon de bekende Swiss roll. De chocolate Swiss roll die omgetoverd wordt in een Yule-log. En dat vaak gebruiken we inderdaad in onze rituelen als een Yule-log om op te eten. Maar we denken inderdaad ook alle kaarsen die worden aangestoken en het licht komt terug. Nou, ik hoop dat jullie veel herinneringen aan hebben. En inderdaad, het is vaak ook dat we op een heel andere manier Yule kunnen ervaren. En voor ons is inderdaad de promise of returning light echt heel belangrijk. Want wat we ook doen, als we inderdaad in zo'n ritueel, we gaan ook een belofte. We vragen de goden hun beloftes na te komen. Maar we geven ook aan, dus we gaan vaak van, dit is ook een wederzijds iets. Wij met onze wil, maar ook de wil van de goden, vragen om de samenwerking. En dat is altijd een tweerichtingsverkeer. Dus daarom, zeker met Yule, word ik steeds aan herinnerd aan van, wat is een belofte? En wat komt met nieuwjaar? New Year resolutions. En dat zijn altijd de beloftes van I promise, weet je wel. Maar hoeveel mensen gaan het van binnen 5 dagen ook weer verbreken? Dus de New Year resolutions komen ook van dit idee van je maakt een belofte, je maakt een resolution. Ga je het ook vervullen? Dus vandaar dat het ligt inderdaad ook in deze rituelen. We maken een bepaalde intentie. En daarom zeg ik van maak een belofte in deze ritueel. En zie dat ook als je New Year resolution. Dus I promise to give up smoking. Or I promise whatever. Puntje, puntje, puntje. Dat werkt heel aanstekelijk. Dat is echt je hebt iets vastgelegd. En dat werkt voor jezelf van hoe kom ik daarachter? Kom ik mijn belofte achter? En dat zien we ook met Imhof. Wat is eigenlijk uit die belofte geboren? Ja? Jiske, jij had ook iets voor ons vandaag. Ben je klaar voor? Ja hoor, dat hangt namelijk uitstekend samen met de belofte van terugkerend licht. Want ik had het een en ander voor jullie over Lucia, de lichtbrengster. En Lucia is eigenlijk morgen. Dat is namelijk een lichtfeest. Op 13 december gaat Lucia rond met een krans van kaarsen om haar hoofd. Ze heeft dan haar handen vrij, want daarmee bracht ze voedsel aan verstopte christenen in de Romeinse catacomben. Nou, dat mocht in die tijd niet en zij stierf als martelares. Want haar vader met name was het er niet mee eens dat zij bekeerd had tot het christendom. En nou ja, zoals dat wel vaker gebeurde bij martelaars, dat ging nogal gruwelijk. Haar keel werd doorboord, haar ogen werden uitgestoken. En het verhaal gaat dat zij nog steeds praatte nadat haar keel doorboord was en nog steeds kon zien met uitgestoken ogen. Hedendaagse Lucia's die dragen een wit kleed met een rode sjerp. En die rode sjerp die staat dan symbool voor dat bloed dat over haar lichaam naar beneden liep. Het verhaal erachter klinkt een beetje gruwelijk, maar het wordt met name in de noordelijke landen en met name in Scandinavische landen gezien als een heel hoopvol feest. Dat witte kleed, dat is ook heel maagdelijk, heel hoopvol, heel puur. En men denkt echt dat met het vieren van de Sancta Lucia de mensen de winter doorgeholpen worden, omdat ze dan genoeg licht krijgen. Maar er zit meer achter, want ook dit is natuurlijk weer een gekerstend feest. In vroeger tijden werd namelijk op die datum het Lucinata gevierd in Zweden. En dat is de Lucy-nacht. Nou, Officieel is er helemaal geen link tussen Lucy en Lucia. Maar er is natuurlijk wel een opvallende overeenkomst in de naam en in de datum. Dus mogelijk is er toch een gezamenlijke oorsprong. Daarom heb ik toch even iets van die Lucy-nacht voor jullie opgezocht om te delen. In die Lucy-nacht op 13 december zou de vrouwelijke demon Lucy met haar volgelingen door de lucht rijden. En dit was dan de Lucy Verda. En die Lucy Verda zou dan toch ook weer een echo kunnen zijn van de wilde jacht. Ik neem aan dat de wilde jacht aan zich bij de meesten van ons wel bekend is. En tijdens die Lucy-nacht en Yule werd dan gedacht dat trollen en boze geesten en in sommige verhalen ook de geesten van de doden dan buiten actief waren. En in Scandinavië geloofde men dan dat het bijzonder gevaarlijk was om buiten te zijn in de Lucy-nacht. En de traditie in Zweden zegt dan dat kinderen die onheil hadden aangericht, die moesten extra oppassen. Want Lucy kon door de schoorsteen naar beneden komen en ze meenemen. Goh, waar kennen wij dit verhaal van? Hè? Sancta Lucia, die dus officieel geen link heeft met Lucy, maar waarin we dus weer zoveel dingen terug zien komen die allemaal her en der nog in onze winterfeesten verweven zijn. Dus een gekerstend feest, zoals ik aangaf. En dan komt er even een stukje geschiedenis. We hadden vroeger een andere kalender, de Juliaanse kalender. En die is op een gegeven moment overgenomen door de Gregoriaanse kalender, waarbij het een en ander verschoven werd aan data. Maar in de oude Juliaanse kalender viel het feest van Lucia samen met Midwinter. En die Midwintervieringen die vonden volop plaats in de oude Germaanse traditie, maar vooral dus in het noordelijke, in de Scandinavische landen, omdat het daar natuurlijk nog veel extremer is qua dag-nacht verschillen. En dan die terugkeer van dat licht dus nog veel belangrijker was. En de kerk heeft Yule als de wederkeer van het zon en licht op die oude datum, dus met die hele verschuiving op 13 december terecht is gekomen, gekerstend door Sancta Lucia daar als de lichtbrengster te introduceren. En op 25 december vierde men in het Romeinse Rijk de geboorte van Sol Invictus, wat letterlijk betekent de onverslagen zon, dus een zonnegod. Ja, en die datum werd dan weer aangegrepen om de geboorte van Jezus te plaatsen, om zo weer een andere niet uit te roeien oude religie te kerstenen. Maar die geboorte van Jezus, dat is tegenwoordig al lang en breed bekend. Die kan op allerlei data geweest zijn, maar niet op 25 december. Maar goed, zo had er weer een mooie link om die ook te kerstenen. Nou, en al die linkjes die je nu her en der hoort, die gingen op enkele plaatsen heel erg door elkaar lopen, waardoor je soms een linkje daar vindt, soms een linkje daar. En heel veel van die winterfeesten die vallen samen. En ik ga dit nu even wat persoonlijker maken, want ik laat jullie hier even zien het oorlogsdagboek van mijn overgrootmoeder is uitgegeven. En ik neem jullie even mee naar december 1942. De mist was gaan bevriezen en had in een paar uur de wereld omgetoverd in een sprookjesachtig witte schittering. Kerstmorgen om 5:30 wekte ik onze Marijke. Ik had, zonder dat een van de anderen er iets van gemerkt had, een krans van heel fijn dennengroen gevlochten en daar 8 kaarsjes aan bevestigd. Marijke had een lange witte nachtjapon aan en een rood kerstlint om haar middel. Ik deed een brandende kaarsenkroon op haar losse haren. Loes had een heerlijk gebak gemaakt en op een groot blad bracht Marijke om 6:00 's morgens iedereen heerlijke en echte thee, die wij speciaal hiervoor bewaard hadden, met gebak. Het was snoezig dat lange, slanke figuurtje heel statig te zien lopen met deze kaarsenkroon en die versnapering. Overal waar zij kwam, bracht zij licht in de duisternis. Dit is een oud Zweeds gebruik. En ondertussen stond op de gang boven de radio opgesteld die kerstliederen speelde. Iedereen kon heerlijk in bed liggen luisteren, omdat het nog zo vroeg voor de zonsopgang was. Nou, en als ik dan doorlees op december 1943, december 1944, dan lees ik dat Marijke, die dus een oud-tante van mij is, dit vervolgens elke eerste kerstdag blijft doen. En dan die verboden, natuurlijk radio spelend of het gezin zingend, met iedere keer, wordt heel duidelijk genoemd, voor de gelegenheid bewaarde echte thee. In 1944 geven ze aan dat er geen gebak meer was en ook niet meer mogelijk was, maar dat men iedereen een sneetje witte brood met wat suiker bracht als bijzondere tractatie. En in 1944 benadrukt mijn overgrootmoeder dan nog eens een keer wat een lichtpunt dit gebruik voor hen was. Ze gebruikt ook letterlijk dat woord. En in 1944 geeft ze daarbij ook aan dat de onderduikers die bij hen zaten in tranen waren uitgebarsten van ontroering toen zij de jonge Maria als Lucia met de kaarsenkroon en het blad met versnaperingen zagen komen. En die versnaperingen, daar ga ik ook nog heel even kort op inhaken, want er wordt wel eens wat gezegd, kerst is een vreedfeest en zo. Maar toch dat delen van versnaperingen, ook dat heeft weer een hele oude traditie. Want als je weer teruggaat naar het meeleven met het jaarwiel, dan was midwinter het feest waarop je nog één keer flink kon uitpakken en de laatste dingen die bederfelijk waren ging opmaken in één groot feestmaal. Dus juist het delen van de maaltijd hoort ook bij die midwinterviering. En als je het dan hebt over Engelse gebruiken van etenswaren die steeds terugkomen, zoals de plumpudding en zo. Dat doen wij dus bij ons in het gezin ook nog steeds. Mijn moeder heeft zich trouwens even zijstapje rot gezocht naar een oude foto waarin zij zelf nog als Lucia zat. Maar helaas, die hebben we niet gevonden op tijd. Wel heel veel andere jeugdherinneringen teruggevonden. En in ons gezin bakken wij dus altijd plumpudding en de Christmascake. En tijdens het maken van het beslag, wat al maanden van tevoren gaat trouwens, dus een maand of twee, roeren de kinderen stuk voor stuk een wens door het beslag. Bij het roeren spreken ze een wens uit, roeren die in het beslag. Die Christmascake of plumpudding die gaat daar dus als het ware op zitten broeden. En als bij Yule of kerst die cake of plumpudding wordt aangesneden, dan komt de wens vrij en zou die moeten kunnen uitkomen. Dat is dan weer even een persoonlijke traditie. Nou, ik ben benieuwd of jullie wel eens van Lucia gehoord hadden, want ik dacht dus in alle eerlijkheid, dat wordt in Nederland ook gewoon gevierd, omdat dat dus in mijn familie gebeurt. En pas toen ik het in het dagboek van mijn overgrootmoeder las, had ik door dat zij het ook gewoon uit Zweden gehaald had. Ja, het gekke is, ik heb het ook meegemaakt dat mensen gewoon in Nederland hadden gewoon iets met een kroon met kaarsjes en zo, maar niet wetend waar het precies vandaan komt. Ik heb hier ook deze kalender, die is toevallig van 2009. Ik weet niet of je dat kan zien. Oh ja. Dit is van Moekka, van een museum in ik denk in Praag was dit. En hier wordt Moekka, die heeft Lucia eigenlijk als Prinses Hyacinth genoemd. En natuurlijk, wat zien we vaak in kerstversiering? We zien altijd bollen. Met een beetje, ja, het hoort eigenlijk een beetje laat, maar Hyacinths, die beginnen een beetje te verschijnen rond deze tijd. Maar alleen als je ze binnen hebt. Buiten is het nog te vroeg natuurlijk. Maar ik vond het wel leuk dat hij eigenlijk Lucia, Prinses Hyacinth genoemd heeft. Dus het leeft wel in onze belevenis. Maar het is wel leuk om het hele verhaal te horen. Want ik vind het verhaal van Sint Lucia ook ontzettend. Volgens mij heb ik haar ook gezien in Sicilië. Dus ja, mooi. Had je iets willen delen? Dat ja. Goed dat je het zegt. Ja, ik kwam hierop om dit uit te zoeken, omdat ik een prachtig lied had gevonden. Ik heb gevraagd of ik het mocht gebruiken. Dus wij mogen dit, zonder dat wij copyright claims krijgen, mag dit ook gewoon op de recording komen. De zangeres hiervan is dus Zweedse, zingt dit ook in het Zweeds. En geeft hierbij aan van, ik vier de Lucia op mijn eigen manier door licht te brengen in mijn buurt. En dat gaat ze nu laten zien. Natten går tunga fjärr runt gård och stuva, kring jord som sol förlär, skuggorna ruvar, drömmar med vingesur under Lucia, tänd dina vita ljus, Sancta Lucia. Dra sig då mörker makt, ljusstupet vingar, signade lågors vakt, skydd åt oss bringar, drömmar med Jesus, under Lucia, tänd dina vita ljus, Sancta Lucia. Stjärnor som leda oss, vägen att finna. I dina klara blås, fagra prästinnan, drömmar med vingens sus under Lucia, tänd dina vita ljus, Sancta Lucia, drömmar med vingens sus under Lucia, tänd dina vita ljus, Sancta Lucia. En ook daar zag je weer even heel kort dat delen van eten. Want op een gegeven moment liet ze thee zien met 8-vormige broodjes. Die zo in een spiraaltjes 8 zitten. Dat zijn saffraanbroodjes die ze in Zweden dus delen met Lucia-tijd. Nou, wat prachtig zeg. Beautiful. Ja, absoluut nice. Ja. En ze woont in Zweden. Ja. In Zweden. Wel ja. Leuk dat je het gevonden hebt. En uiteraard inderdaad haar toestemming heeft gekregen. Want ik vind het leuk om dit inderdaad echt in onze opname wel mee te nemen. Prachtig. Wat ik leuk vond, Jiska, is dat je Lucia, dat je kwam op Lucy Verda als lichtbrenger. Lucifer is natuurlijk ook de lichtbrenger, hè? Absoluut, absoluut. Het is zo grappig om dat dan te zien, dat dat allemaal weer met elkaar verweven wordt. Mm. Ja, daar had ik ook nog een heel zijstraatje over ingepland, maar het verhaal werd toen zo lang, dat heb ik weer geschrapt. En ik vind het wel heel leuk dat jij dat dan er toch weer uitpikt. Ja, altijd leuk om dingen die een beetje altijd maar één kant op gaan, ook weer eens de andere kant op te zien gaan. Ja, mooi verhaal. Dank je. Ik ben nou ook benieuwd naar dat zingende ijs. Ja, ja, ik heb namelijk nog een dingetje te delen. Als jullie nog tijd hebben. Want even kijken. Het is, we hebben nog 3 minuten. Ik kan tijd maken. Oké. Gaan we eventjes doen. Wij hebben 2 dochters die afgelopen maandag jarig waren. En die mochten dit weekend, toen we hun verjaardag vieren, kiezen wat ze gaan doen. En dan kiest onze jongste, Arwen. Die is zelf groene paganist. En die wil dan altijd naar buiten het bos in. Dus haar verjaardagswens was, wij gaan wandelen in het bos. En wij zijn gaan wandelen bij een Pingo-ruïne. Nou, dat moet ik even uitleggen, want niemand weet wat een Pingo-ruïne is. Pingo is taal van de Inuit. Dus de indigenous people. Ze worden wel Eskimo's genoemd, maar dat is eigenlijk, als je het weet, is dat eigenlijk een scheldwoord. Ja. Dus die kan je beter niet gebruiken. Maar ik noem het even, zodat mensen snappen waar ik het over heb. En in de taal van de Inuit betekent Pingo groeiende heuvel. Het is namelijk zo dat daar waar bronwater omhoog komt, als dat bevriest, in de ijstijd gebeurde dat dus nog alles, dan groeide die ijsklont. En die ijsklont die bleef maar groeien en groeien en die drukte alles boven die bron omhoog, waardoor er grote heuvels ontstonden in het landschap. Na de ijstijd smelt dat water dan, die hele heuvel, die valt in elkaar, vormt een soort krater met een meertje in het midden. En door de manier waarop dat ontstaat, is een Pingo-ruïne eigenlijk perfect rond en heeft de vorm van een klankschaal. Wij kwamen bij onze wandeling langs zo'n Pingo-ruïne. En onze zoon, ook weer paganist, die aardwetenschappen studeert, die wist ons te vertellen, dit heeft de vorm van een klankschaal. Het water was heerlijk bevroren, het was heerlijk winters. En wij hebben op zijn verzoek, zei hij van, je moet even wat ijs eraf halen en gooi maar eens even over het water. Nou, dit hebben wij dus gewoon meerdere keren gedaan. De perfectie waarmee dat geluid nagalmt. Mooi. Wij vonden het heerlijk. Wij vonden het bijna meditatief. Ja, ik kan me voorstellen. Dus dat was een grappig weetje. Nou. Mooi. Nou, ik moet zeggen, door deze verhalen naar te luisteren, dan kom je echt terug tot een tijd waar we allemaal waren verbonden. Ja, ik voel het in mijn geschiedenis. Dan waren wij in een landschap. Die periodes die we meemaakten, hoe we omgaan met elkaar en ons eten, dat is zo verbonden met de aarde. En door die verhalen te delen, dan komt dat allemaal terug. Dat is heel mooi. Ja, heel mooi te ervaren. Ja, en zo is de wereld en de cirkel weer rond. Yes. En ik vind het altijd heel erg leuk, inderdaad, ook met dat samenkomen. Of je nou christen bent of niet, maar op dat moment, een donkere periode, langs de nacht, dat we inderdaad die saamhorigheid ook weer ervaren. Ik hoop dat jullie hebben genoten van onze Rond het Midwintervuur. We zijn aan het einde gekomen, tenzij iemand nog een vraag heeft. of iets te delen heeft. Ik wens jullie een hele fijne winter solstice, Yule, kerst. En vooral, have a lot of fun and enjoy the returning light.